naam is Bart Muller en ik ben onlangs afgestudeerd aan de opleiding Facility and Real Estate Management aan de Hogeschool Saxion en Greenwich University in Londen. Ik heb mijn onderzoek gericht over binnenstedelijk winkelvastgoed, zoals winkels en andere panden die in de binnenstad liggen. Iedereen van ons die kent het wel. Die loopt wel eens door een binnenstad en kent wel een pand dat altijd gevuld is met een huurder en een ander pand dat altijd lang leeg staat. Hoe komt het nou dat het ene pand altijd gevuld is met een huurder en het andere pand dus inderdaad lang leeg staat? Nou, om dat te onderzoeken heb ik mijn onderzoek gericht naar alle risico's die er zijn als je gaat investeren in binnenstedelijk winkelvastgoed. Daarbij heb ik uiteindelijk een theorie ontwikkeld waarbij ik heb gekeken naar hoe alle verschillende risico's zich tot elkaar verhouden. Maar wat is het verschil tussen stijgende rentestanden of een slecht huurcontract? Het zijn beide risico's, maar wel heel verschillende risico's. Om dit te onderzoeken heb ik eigenlijk alle risico's in drie categorieën verdeeld. De eerste categorie zijn eigenlijk allemaal risicofactoren waar een belegger geen invloed op heeft. De tweede categorie gaat met name om de omgeving en locatie waar de belegging is gesitueerd. En de derde categorie zijn alle pandgebonden aspecten. Als je kijkt naar de eerste categorie, zie je dat alle gevonden risico's eigenlijk te verdelen zijn in kwantificeerbare en niet kwantificeerbare risico's. Bij kwantificeerbare risico's moet je denken aan rentestanden, maar ook de hoeveelheid geld die je kan lenen vanuit financiële instituten. Niet kwantificeerbare risico's hebben meer te maken met de zekerheid of onzekerheid die heerst in de markt, zoals corona, een oorlog of het consumentenvertrouwen. Als je kijkt naar de tweede en derde categorie, dus de locatiegebonden aspecten en pandgebonden aspecten, die liggen wat meer met elkaar in lijn. Locatiegebonden aspecten gaan met name en heeft met name betrekking op het aantal passanten dat voor een pand langsloopt. De derde categorie, dus de pandgebonden aspecten, heeft met name betrekking tot de wederverhuurbaarheid van een pand. Hoe snel kan ik een pand opnieuw verhuren en hoe graag willen retailers in mijn pand zitten? Als je kijkt naar de verhouding tussen deze drie verschillende categorieën, zie je dat eigenlijk alle risico's worden afgezet tegen het rendement wat je kan maken op een belegging. Daarbij zit wel een verschil. De eerste categorie heeft met name betrekking tot prijsvorming. In deze categorie wordt met name de bandbreedte waarin wij spreken over prijzen bepaald. Als je kijkt naar de tweede en derde categorie, op dat niveau wordt het risico van een belegging gesitueerd en wordt er inderdaad gekeken van welke risico's er nou precies zijn voor de desbetreffende belegging. Daarvoor heb ik een visualisatie gemaakt waarbij dat dus eigenlijk een soort trechtervorm is, waarbij je dus begint bij de eerste categorie om inderdaad prijsvorming vast te stellen, waarna inderdaad op de tweede en derde categorie het risico wordt gedetailleerd van de belegging. Maar dan is uiteindelijk de vraag, wat kan je met het onderzoek? Nou ja, dit onderzoek biedt allereerst de mogelijkheid om als een vastgoed investeringspartij je investeringsstrategie aan te passen. Met alle gevonden risico's kan je opnieuw je investeringsstrategie heroverwegen of herschrijven. Ten tweede kan je ook gaan kijken om je minimale rendementseisen aan te passen. Met alle gevonden risico's kan je gaan kijken van of de minimale rendementseis nog voldoet en representatief is of dat deze misschien moet worden aangepast. En als laatste biedt dit onderzoek de mogelijkheid om met de gevonden factoren vanuit de tweede en derde categorie een analyse te maken voor de steden waarin je investeert. Dus om samenvattend te mogen afsluiten, als je geïnteresseerd bent in vastgoed, biedt dit onderzoek je een heel mooi kijkje in de black box. Dank jullie wel.